Ik weet niet wat er is gebeurd, Deerlijk. Maar prima. Oh, wacht, er staat gekwalificeerd. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is de kampioensuitdaging, oftewel de Brawl Stars Championship. En basically moet je 15 wins pakken en dan kan je kwalificeren. Plus, je krijgt allemaal grote dozen. Je krijgt allemaal dozen en allemaal punten en dat is helemaal leuk. En ik ben met Delano en met Karel dit aan het spelen. Ik zet even de twee links van hun in de beschrijving. Hun zijn echt moken goed in Brawl Stars, dus hun keren je mij wel een klein beetje hier doorheen. Ik ga even kijken, op dit moment staan wij 10 om 0 en moeten we nog 5 potjes winnen om de 15 win challenge te halen. Dus dat gaan we vandaag doen. Doe even een blauwe omhoog. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal hier beneden, dat zou ik super tof vinden. Laten wij voor de 5000 likes zijn, ik weet dat dat mogelijk is. En dan zeg ik, let's go. Ik heb Nita gepakt. Dit gaan we gewoon fixen. Tuurlijk gaan we dit fixen. Ik wil ook niet dat we hem los krijgen, dat is echt pijnlijk gewoon. Dat is een beetje awkward. Ziet er wel minder uit, hè? Ja, inderdaad. Ik moet wel zeggen, ik speel zonder geluid. Ik kan het namelijk zelf niet horen. Kijk eens wel, maar ik niet. PC, jammer. Ga je gewoon niets kunnen doen. Ik moet weg. Dat is jammer. Ik moet weg. Nee, ik kom hier even. Ik heb bijna een beertje. Ik heb wel mijn super, dus ik kan er gewoon in gaan nu. Ja, ik weet niet. Nee, ik kan het niet tegen. Ik wacht even. Ah, ja, er zit hier nog een Nita, ja, ik wil net zeggen. Ik heb 2 hits kunnen doen, dus dat is wel mooi. Hey, kom, we gaan even die beer droppen. Ja, oké. Hier, boom. Oh, hier rijden 2. Ja, maakt niet uit, want we hebben die beer nu beer die... Oh mijn god! Ja. Jezus! Ja, dat bedoel ik. Klaar. Die beer is echt niet normaal. Oh, mijn god! Ja, die beer is echt niet normaal. 11 om 0 nu, nog 4 potjes winnen. Wij kunnen dit. We hebben ook nog geen verloren. Ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar we hebben nog geen één verloren. Nou, bij deze. Hou eens aan. We spelen nu wel tegen die El Primo. Ja, is niet erg, want Karel die kan hem makkelijk doodmaken hier. Nou, tuurlijk! Tegen hitter die Jesse. Oh, kut. Ja, geef niet. Te vaak hitter die Jesse. Dat is niet best. Ik ga een beetje op die kluis knallen. Ja, ik moet eerst überhaupt mijn super krijgen, dus. Toch, dan heb je bijna je super, hè? Nee, ik heb hem nog niet. Ja, als ik één iemand nog hier even raak. Nee, nog één keer! Wacht, pak jij hem? Nee, dan hebben we lopen gewoon door, dan kunnen we waarschijnlijk eerder nu finishen. Nu heb ik hem. Hoi. Alleen, die bom. Houdoe! Dus ik heb die starpower aangezet dat je sneller kan reloaden als je minder HP hebt. Oh shit, wat een melding. Nou, dat is klaar. Easy win. Lekker. Oké, nog 3. Nou, dit gaat wel heel makkelijk. Jullie zeiden dat ze nog iets beter werden, man. Ricardo en David. Zal ik Frank gaan? Ja, dan ga ik Pam en dan kun jij misschien Sandy gaan of zo, toch? Ga ik Sandy? Ja. Ik ga Sandy met de damage. Damage. Oh, we spelen tegen bijna dezelfde comp. Oh, dan zus. Dat betekent dat ze misschien wel iets kunnen. Nou, wie weet. Nee, dat hoeft. Nee. Zit ik nu tegen die Frank? Ik heb er snel eentje kunnen pakken. Ik ben wel bijna dood, maar. Geef niet. Klein beetje koffer. Zijn honeycode is weg. Kun je die B1-eentje doen daarna? Ja, ik heb hem. Top. Nou, die heeft in ieder geval geen star power meer dus. Oh shit. Zij hebben een kut. Nee. De eerste maakt niet zo heel veel uit nu. Nee, hij is ook maar level 3. Maar je krijgt die guy gewoon niet kapot. Nee. Kijk even, die Frank mee pakken. Nu heb je die... wacht, ik ga even blokken voor jou. Oh, ja, ik kan niet. En dan respawn je nu immune, hè. Ja. Dat is wat chill. Ik ga een klein beetje body blokken voor je. Hij heeft damage gedaan. Lekker. 5%. Hey, ik ga die turret gooien, dan moeten we even naar achter gaan lopen, zodat die bier geen superhit kan krijgen. Oh, ik ga hier rechts nu, want daar spannen ook bolt zo. Oh nee, dat is Frank. Nee, Frank. Hij is wel, die bier is bijna dood. Die gaat door de... Oh, Karel heeft ze allebei met 1 super net. Nice. Heerlijk. Frank is goed, hè? Ja, die is in dood. Frank is echt goed. Oké, hier nog deze? Eentje. Het is, ja, die hebben we. Dat is mooi. Oh, hier nog eentje. Van level 6 als het goed is. Mm-hmm. Frank, ik ga gewoon... Nee, en dan toch niet. Ha, doei. Als die bot zo even ervoor loopt, kijk uit. Nee. Ik was vertraagd. Zonde. Ik wou nog net redden met die super, maar ja. Hey, ik heb super hier, Karel, kom. Ja, ik heb mijn starpower. Bot is ook gewoon al... Ik heb deze Karel ook wel redelijk damage. Hey, we gaan deze klaar, Is dit helemaal klaar? Ja, we zijn klaar. Oh, heerlijk. GG. Oeh, dat was nog close, hè? Maar ja, we hadden sowieso wel gewonnen. Ja, maar deze kon al wel een beetje spelen. Ah, maar uiteindelijk toch niet goed genoeg, hè? Nee, is waar. Nog 2! Mijn god, dit gaat zo snel voorbij. Maar wij hebben hier meteen al een schroefje aan onze kant volgens mij liggen. Ja, als het goed is kun jij die wel pakken. Ja, maar dat is even lang. Laat maar. Ja, Penny, we moeten zo uitkijken dat we achter die bot lopen, want die Penny die gaat al zitten. Oké.
Hier, Vladdy Frankie, die super. Oh, wat? Hoe ben ik dood gegaan? Ja, die Penny schoot op mij en toen. Oh, kast hij erdoor, ja. Oh, nee. Hebben zij hem? Ik heb nog 34 HP. We hebben hem. Maar we hebben wel een hele whack. Moet je nou achter die bot lopen, zei je? Nee, juist niet. Juist niet, want die Penny. Kijk, die doet een 1 hit en dan komen er 3 uit. Anders was je dood. Oh, nu word ik hier. Ik gooi je kleine flankje. Ah, je hebt die healing. Ja, oké, dat was echt een good placement. Ja, die Penny die sloopt ons. Laat maar, ik ga back. Mijn god, hallo. Die deed even damage. Ja, dat is die turret die een beetje vies veel damage doet. Ik ga even kijken of ik hier nog deze bolt mee kan nemen. Even snoepen. Die Penny is echt gruwelijk irritant aan het doen. Ja. Heb ik die? Ja, gelukkig. Zieke, stun. Ah. Ik kom even die Ik wist niet helemaal zeker of ik die had, maar Penny. Had eigenlijk even geluk. Dit is hem. Oké. Als hij nu Alleen zij hebben de bot. Ja, maar... Nee, hun hebben de bot, ja. Hoe hebben hun damage eigenlijk? Hadden hun die eerste bot? Nee, ik denk dat die Penny damage gedaan heeft. Ah ja, met die turret. Ik ga hem hier even heel klein beetje stunnen. Hier, Torben. Ja, wat moet ik doen? Oh, dank je. Even healen. Thanks. Kijk eens, ik kan ze hier alle drie hitten. Oké, GG. Nou moeten wij even een goede krijgen, ja. Ja, we staan 6-0 voor. Dat kan niet meer helemaal fout gaan. Nee, dit is klaar. Oké, hebben we deze ook gewonnen. Oké, dat was een hele slechte super. Tenminste, ik ga er even vanuit dat we deze winnen. Tuurlijk. Dan nog, eentje en hebben we het. Gooi even deze hier neer. Oh. Ah. Er gebeurt zoveel hier nu. Ja. Dit heb ik nog niet echt vaak meegemaakt, zeg maar. Hé, ik ga hier helemaal achter staan. Dus dan ben ik hier alvast. Ja. Doe maar. Kijk, als ze hier nu teruggaan. Maar hij moet nou wel binnen een seconde damage doen, want anders zijn we nog steeds de lul. Nee, komt goed, denk ik. Nee, what the fuck, die bot heeft helemaal geen AP meer. Kut, Nee, gewoon rushen. Erin gaan. Ja, we hebben hem. Echt? Lekker. What the fuck? Ik weet niet wat er is gebeurd, maar prima. Ja, we gingen gewoon nog even terug met die super. Ik had die Ike gestunt. Door. Ik weet niet, volgens mij als jullie er terugkijken, ik had niet eens door wat er gebeurde, ik deed maar wat. Ja. Ik accepteer het. Er is nog één nu. Nog eentje maar. En we hebben 4 kansen. Nou, easy peasy lemon squeezy. Kan niet misgaan, toch? Want jullie hebben dit al een keer gedaan, toch? Te vaak. Ja, maar ik bedoel vandaag. Ik heb één keer gedaan nu vandaag. En ik hoeveel ging vandaag je? Al 2 keer. Heb je verloren? Ja. Nee. Nou, niet letterlijk die hele challenge, maar wel gewoon een paar potjes. Nee, gewoon een potje. Ja. Okay. Ja, we hadden dat gaan we nu niet doen. Gisteren ging het fout. Hadden we 3 potjes verloren, omdat we net de verkeerde comp hadden. Oké, ik pak deze. Dan pak ik er nog één. Ja, ik ga hier dood. Nee, helemaal niet. Die Sandy moet even aangepakt worden. Oh, sorry, Tobin. Oh, maar. Ja, dat was mijn fout. Oké, als we hier nog even rustig gaan staan, dan hebben we dit. Ja, inderdaad. Deze is volgens mij wel te doen, want we staan nu alweer voor. Ja, er staat niks voor. Shit. Ik dacht dat die door ging lopen. Oh, dat is die Penny weer. Hier, ga maar. Ik heb zo meteen die turret nog. Ik denk dat het in één keer kunnen klaar. Dit is in één keer klaar, ja. Ja. Dit is gewoon klaar. Dit Mijn is heerlijk, god, wat jongen. Een makkelijke Houdoe. Challenge was Easy. Dit. Easy. Oh, ja. Nou ja, zo doe je dat dus, die 15-0 challenge. We hebben dit in 10 minuten nog gefixt gewoon. Er staat gekwalificeerd. Gefeliciteerd. Je hebt je gekwalificeerd voor de volgende fase van het Brawl Stars kampioenschap. Ga naar je postvak in voor meer informatie. Nou, hoe lang speel je dit spel? 2,5 jaar, 3 jaar. Oké, weet je wat? Ik ga nog met jullie die 10 dozen openmaken, ja? Hi, live opening. Ik heb dus nog 2 knokkers die ik moet en heel veel sterrenkrachten. Ga ik iets krijgen? Ik denk dat je wel sterrenkracht krijgt. Misschien een knokkertje als je heel veel geluk hebt. Even een kleine prediction, sterrenkracht van Boel. Oké, jij kan van Boel? Ik ga zeggen Crow. Crow? Oké. Ik ga ze nu openmaken. De eerste moet ik wachten op mijn internet. En daar zit helemaal niks in. Oké, maar ik heb er nog 9. Welke gaat hem worden? Als je nu van 1 op 10. Welke gaat nu... Op welk doosje? Ik denk doos nummer 7. Oké. Karel? Ik weet het niet. Ik denk 5. 5, oké. Dan gaat in deze dus niks zitten. Dat klopt. In 9 zat niks. In 8. Zit wel iets. Het gloeit. Toch? Of niet? Ja, sterkracht. Bo. Ah, lekker. Boos vallen zorgen nu niet voor een terugslag, maar verdoven de vijand 2 seconden lang. Heb ik volgens mij vrij weinig aan. Lekker. En nu 7? Ja, die stun is wel goed. Als je een map hebt zonder allemaal bordjes, is die wel goed. Oké, nou ja, de nummer 7 zat ook niks. Nummer 6 zit
Ook niks? Nee. 5. Niks. Nou, oké, dan heb ik er nog 4, jongens. Kom op. Minimaal 1 sterrenkrachtje. Zal ik mijne ook even gaan openen nu? Ja, doe dat vooral. Ik moet er nog 3. 2 normale heb ik ook. Ook niks. 2. Ook niks. De laatste. Ook niks. Nou, in ieder geval 1 sterrenkrachtje. Ik accepteer. Oh, ik heb eentje. Ik heb een nieuwe. Wat, een nieuwe knokker? Oh, is het? Mr. P. Net gekregen. Kijk dan. Misschien dat ik nog iets kan krijgen. Ik ga ze allemaal openen. Doe dat maar. Ik ben benieuwd. Ik ga mijn postvak eens even kijken. Ja, er staat zo'n website in. Drie gems. Kun je team aan maken. Nog 5 gems. En dat was het. Ja. Maar ja, wel Mr. P. Ja, wel Mr. P. Lekker, jongens. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de video. Delano, Karel, dankjewel voor de carry. Geen probleem. En dan zie ik jullie morgen weer om 7 uur bij een gloednieuwe video, jongens. Later.